Afgelopen jaar is er een hoop gebeurd hier in het gebied van Vaartse Rijn. We hebben vooral heel erg hard gewerkt aan het tweede deel van de spoorbaan. Hiernaast me zien we het perron, het tweede perron van het station Vaartse Rijn. Daarnaast hebben we ook nog heel hard gewerkt aan de bouw van de Uithoflijn. Waar we ook nog aan gewerkt hebben is de onderdoorgangen. De meeste onderdoorgangen zijn nu al in definitieve vorm klaar. Eentje hebben we al helemaal afgewerkt. Dat is de fietstunnel aan Soesbergen. Die vind ik zelf erg mooi geworden. Momenteel gebeurt er heel veel. Je ziet daar de rode kraan staan. Daar zijn ze betonnen balken aan het leggen over de Vaartse Rijn heen. En dat is eigenlijk het laatste stukje van het tweede deel van de spoorbaan. Een stuk verderop daar zie je allerlei gravers die heel hard bezig zijn. Die zijn een stuk zandbaan aan het maken waar straks de rails op wordt gelegd. En die wordt in laagjes opgebouwd en ze zijn daar al een heel eind mee. Wat er nog meer gebeurt is, zoals je daar ziet, een stuk ruw betondeel van het tweede perron. En dat wordt de komende periode verder afgemaakt. Op korte termijn staat er iets heel belangrijks te gebeuren. De Westerkade, dus een verbinding die daar onder het spoor door ligt, die wordt nadat die een jaar lang is afgesloten, wordt die weer opengesteld voor de fietsers en voetgangers. Daar zullen mensen erg blij om zijn, want die moeten nu omfietsen of via de Bleekstraat en de Albatrosstraat, twee andere onderdoorgangen hier. En die kunnen dan eindelijk weer rechtstreeks vanuit de binnenstad naar de wijk die daarachter ligt. De komende periode wordt er heel erg gewerkt om het stuk betonwerk verder af te maken. Ook een stuk afbouw van dit station te doen. Dan moet je denken aan de betimmering van de kap, het plaatsen van het perronmeubels. En dan moet je ook denken aan het plaatsen van verlichting en dergelijke. Wat er verder natuurlijk gaat gebeuren, we staan nu in een betonnen bak, maar er moeten ook rails in worden aangelegd. Een bovenleiding worden geplaatst. En ook uiteindelijk wordt de buitenkant van het station afgewerkt en worden alle wegen aangesloten. Zodat we volgend jaar een goed station hebben waar de eerste treinen kunnen stoppen.